Ja, het was inderdaad schrikken. Ja. We werden opgeschrikt uh, ja, door een raadtelefoontje. telefoontje. In eerste instantie al alarm bij ons uit de stal. En uh, kort erachteraan ook al de politiebevestiging dat er inderdaad brandweer was in onze nieuwe stal. Een dag later kan eigenaar Erwin van der Wolfshaar er nog steeds niet bij. Brandstichting in zijn gloednieuwe stal. De brand werd gisteravond iets voor 11 ontdekt door twee voorbijgangers. De schade valt uiteindelijk mee en de 150 varkens die in de stal waren zijn ongedeerd gebleven. Maar in december was er ook al brand bij de boerderij. Toen is de oorzaak niet ontdekt. Al rijst nu wel de vraag of het in de tijd ook niet brandstichting was. Ja, dat is altijd moeilijk. Het staat los van elkaar. Het maakt natuurlijk wel verdacht dat het twee keer achter elkaar, twee keer op dezelfde plek. En uh, ja, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar uh, wij zijn in ieder geval geschokt dat het deze keer dus wel daadwerkelijk bewezen is dat het brandstichting is. En dat dus iemand moedwillig uh, hier probeert uh, ja, er een bende van te maken. Volgens de politie is er geen technisch mankement gevonden. Bovendien is het vuur begonnen in een leegstaande ruimte aan de achterkant van de schuur. Wie er achter de brandstichting zit, weet van de wolfshaar niet. Hij weet wel dat tegen de bouw van zijn stal, waar straks 900 varkens in kunnen, veel weerstand was. Vorige week nog had hij open huis om na acht maanden te kunnen laten zien dat alles weer hersteld was na de vorige brand. Juist vorige week met de open dag was eigenlijk de afsluiting van. Nou, we sluiten het hele boek af en uh, we beginnen opnieuw. En nu wordt jij eigenlijk weer uh, misschien wel twee stappen teruggedrukt. Ja. De politie doet nog buurtonderzoek en roept getuigen zich op te melden.